Hoi, wat leuk dat je weer komt kijken bij een nieuw filmpje van Renske Creatief. Nou, ik loop even naar de supermarkt. We hebben even boodschapjes nodig en ik ben ontzettend hard bezig op zolder met opruimen. Mijn magazijn moet opgeruimd worden, mijn werkplek, en die is op onze zolder. Ik heb een handwerkwinkel en ik krijg morgen nieuwe borduurmachines. Daar moet ik plek voor maken. Dus ik ben heel veel op Marktplaats en op Facebook Marketplace aan het zetten. Allemaal walletjes, of bolletjes garen, veiligheidsoogjes, knoopjes, van alles en nog wat. Dus ik ben lekker druk. Nu dus even naar de supermarkt aan het gaan. En daarna weer verder. Ik krijg nu een shirtje wat ik zelf genaaid heb. Met een leuk vinderstofje. En het is somber en bewolkt. Dus ik ben benieuwd of het zo gaat regenen. Soms ben ik zo blij als de postbode komt. Ik had namelijk weer nieuwe steekmarkeerders van Wim van Mist & Knitwear besteld. En die zijn net binnengekomen. Dus er zijn er al heel wat in voororder besteld. Dus ik ga ze vandaag proberen allemaal op de post te doen. Ja, en dit is gewoon post waar iemand blij van wordt. Hoe kleurrijk kan het zijn? Nou, zoals je misschien kan zien, zit ik in een busje. Want we zijn op weg naar een dorp in de buurt van Groningen. Dus dat is best een stuk rijden om de naaimachine en allerlei spulletjes op te halen. Ik zal even mijn zonnebril afdoen. Thijs is gezellig met me mee. En we hebben een gezellige route zo. We hebben nu dik een uur gereden. En ga nu even pauze houden bij een benzinepomp. Want ik heb zin in koffie. Dus dat gaan we lekker halen. En dan gaan we weer lekker verder rijden. Nou, we zijn nu even onderweg aan het stoppen. Daar was er tijd voor. En het was iets meer dan dat ik verwacht had. Kijk, een hele bus vol. En dan gaan we nog verder, want het mooiste ligt natuurlijk hier. Ik weet niet of ik ze nu kan laten zien, maar zware deur. Kijk, daar ging het om, hè? De machines. Nou, en allemaal spullen. Het is van alles. Zijn handdoeken, zijn babydoekjes, zijn badjassen, versteviging, bakken met garens. Echt heel, heel, heel veel. Een bus vol, dus dat moeten we ook nog maar allemaal thuis uit kwijt kunnen. Moet ik allemaal gaan uitzoeken. Kijken wat ik zelf ga gebruiken en wat ik gewoon te koop aan ga bieden. Ja, de machines helemaal leren kennen, dus genoeg te doen. We gaan nu even wat lekkers voor Thijs halen. En dan rijden we verder naar huis. En dan is gelukkig mijn man thuis. Die kan helpen met sjouwen, want ja, het is veel. We gaan nu lekker lopen naar de Spar toe om even wat lekkers te halen. Nou, we hebben een goede terugreis gehad vanmiddag. En de bus is geleegd en de bus die is weer teruggebracht. En toen hebben mijn man en zoon alvast een van de twee machines naar boven gebracht. Maar dit bakbeest moet nog. Dit is de grote van de twee. Een 12 naaldsmachine. Het bureau hiervoor, wat een hele zware speciale is, maar die kon gelukkig uit elkaar, die staat al boven. Nou, hij is qua hoogte ongeveer net zo hoog als een wasmachine. Qua breedte ongeveer net zo hoog als een wasmachine. Breedte als een wasmachine. Qua gewicht ook ongeveer evenveel als een wasmachine. Dus dat is heel wat. Kijk, in het donker zitten hier de naalden. En we hebben nog heel veel spullen die uitgezocht moeten worden. Die online gezet moeten worden. Heel veel garens bijvoorbeeld ook. Nou, die zijn allemaal voor de gebruik. Dozen met knuffels om te borduren, materialen om te borduren, handdoeken, heel veel badjassen. Daarvan hebben we alvast een deel even in de schuur gelegd, want daar heb ik nu even op zolder geen ruimte voor.
Dus de aankomende week zijn we nog wel even zoet. Nou, ik heb al stiekem even een heel kort proefje gedaan met de broddermachine. Nou, hier ging het mis, want ik zat niet op te letten en ik had de draad er niet goed in zitten. Maar daarna, zoals je ziet, gaat hij hartstikke mooi. Het is echt een proeflapje, zeg maar. Maar ja, ik vind het wel heel gaaf. Dit heb ik niet eens gedigitaliseerd in mijn programma, maar dit heb ik even heel snel in het apparaat zelf gedaan om gewoon eens uit te proberen. En met twee naalden gewerkt. Nou ja, het gaat als een speer. Nou ja, jullie zullen hier de aankomende tijd vaker dingen over voorbij zien komen. In mijn hoofd heb ik weer 1001 ideeën wat ik ermee wil gaan doen. Dus nou ja, stapje voor stapje gaan we dat vormgeven. En het begin is om de machines boven te krijgen, de machines te leren kennen. En dan rustig aan voor het professionele gaan borduren. En daar liggen in ieder geval nog een aantal truien voor de golfbaan voor. Maar mijn eerste indruk is wel echt dat het meer dan de moeite waard is. Dus hier word ik blij van. Wat is het toch leuk om met de nieuwe machines te spelen. Of sinds de machines. Eentje staat erboven. De andere staat nog beneden. Want ze zijn iets groter dan dat ik dacht. En een stuk zwaarder. Dus die andere die is ter grootte van een wasmachine zo ongeveer. En ook qua gewicht van de wasmachine. Nou, het speciale bureau staat hier al. Met allemaal spullen die ik te koop heb staan. Dus die machine moet nog naar boven toe, maar ik ben al wel met de andere machine aan het spelen. Wat wordt het gaaf. Hier heb ik nog niet de goede kleurtjes voor gebruikt en ik heb per ongeluk de kleuren omgewisseld. Dus alles wat geel moet zijn, geel is, moet zwart zijn en andersom. Maar hij wordt wel heel erg netjes. Dit zijn echt restsofjes die ik gebruikt heb. En ik heb net een gastendoekje geborduurd. En die vind ik echt wel heel gaaf geworden. Dit is een eigen ontwerp. En ertussen zit nog iets oplosbaar vlies. Maar dat gaat nog weg na de eerste keer wassen. Maar ik vind hem echt wel heel erg leuk. Ja, dit maakt me blij. En wat heel fijn is, is dat ik gewoon niet met mijn neus erop hoef te blijven zitten. Zoals bij de andere machines. Maar dat hij gewoon lekker bezig kan zijn. Terwijl ik lekker hier achter mijn computer wat zit te werken. Geeft natuurlijk wel een lawaai, maar dat is niet erg. En dit maakt me echt wel heel blij. Er zitten heel veel spullen bij. Knuffeltjes, handdoeken, badjassen, van alles en nog wat. En ik kan nu alles gaan personaliseren. Ik kan teksten veranderen natuurlijk. Ik kan plaatjes erop zetten. Ik kan er van alles mee gaan doen. Dus echt ontzettend leuk. Ja, dit zal lekker mijn zondag gaan vullen. Maar ik word hier blij van. Nou, gisteren een drukke dag gehad. En vandaag lekker aan het rommelen. Vanochtend heerlijk uitgeslapen.
En lekker met mijn nieuwe borduurmachine gespeeld. En net een klein rondje gelopen met de honden. Maar ik merk dat dat toch wel erg warm is voor me al. En dat mijn lijf er best last van heeft. Dus op dit moment lig ik heerlijk op de bank. De hondjes heel dicht bij me in de buurt. Die liggen me lekker te knuffelen. En zo lig ik even lekker bij te komen. Ook de hondjes hebben het warm. En dat is echt wel eventjes, hoor. Daar is Vin daar. Een fijn momentje. Even lekker bij. Tja, ook dit hoort erbij. Gaat het net een poosje eigenlijk best heel erg lekker. Word ik vanochtend wakker en hangt mijn bovenste zonde bijna uit mijn lijf. Dat is niet de bedoeling. Er zit hier een ballonnetje aan de binnenkant en die zorgt ervoor dat hij er niet uitgetrokken kan worden. Maar een hele enkele keer gaat zo'n ballonnetje kapot. Nou, dit is pas de tweede keer in 3 jaar tijd dat ik een zonde heb, dus op zich valt het mee. Maar dat is niet zoals het hoort. Dus de specialist is de thuiszorg gebeld. En die gaan gelukkig zo direct langskomen om hem te verwisselen. Ik heb de zonde die er half uit hing terug in moeten stoppen. Dat was al geen feestje, want hij begon al dicht te groeien. Dus ik denk dat het ergens halfwege de nacht al gebeurd is. Het gaatje in mijn maag kan gewoon heel snel al dichtgroeien. Binnen 2 uur kan dat al in gang gezet zijn. Dus het is echt wel heel belangrijk om hem op tijd terug te zetten. Dus vandaar dat ik de oude even terug heb moeten duwen. Betekent dus nu veel meer pijn en toch weer een wond. Dus ik hoop van harte dat dit niet weer gaat ontsteken. Dat is even afwachten, wordt spannend, maar dat zal de tijd gaan leren. Nu net werd ik gelukkig gebeld door de specialistische thuiszorg dat hij onderweg is en dat hij me ertussen heeft kunnen plannen. En dat ik gelukkig zo direct een nieuwe ga krijgen. Nou, ik heb altijd alle spulletjes in huis, dus dat scheelt enorm. En fijn dat het zo weer kan. Nou, net kwam een hele leuke post en dat kon ik wel even gebruiken. Gisteren was mijn dag niet echt. Ik had al verteld dat in de ochtend mijn zonde kapot ging. Ik moest naar de mondhygiëniste toe en dat is niet mijn favoriete bezigheid. Zeker nu ik geen eten meer neem, gaat mijn gebit ook heel erg achteruit. Dus dat is al een behandeling waar ik niet heel blij van word. Nou, daarna moest ik naar de fysio toe, want mijn rug zat helemaal vast. Dus ook dat nog gehad. En toen natuurlijk mijn zonde nog verwisselen. Nou, 's avonds had ik enorme pech met de Albert Heijn. Die komt hier altijd iedere maandag tussen 1 en 9. Tussen 4 en 9. En in eerste instantie kreeg ik een richttijd tussen 6 en 6:30 dat die zou komen. Toen werd het 6:30 en 7, toen 7 en 7:30. Nou, op die manier verschoven het steeds verder. Nou, om iets voor 9 dacht ik ga eens eventjes de klantenservice informeren. Want voor 9 hoort het geleverd te zijn. En het verschuift nu zo vaak. Ik wil eigenlijk wel weten waar ik aan toe ben. Nou, bij de klantenservice werd ik nogal kortaf geholpen. Want die zei, kijk maar in de app. En toen werd ik uit de chat gegooid, dus daar had ik niks aan. Nou, uiteindelijk kwamen er 2 nogal jolige jongens om 10:30 s'avonds de bestellingen brengen. Luid toeterend door de straat heen. Dus daar had ik hem al helemaal zitten. Want om die tijd lig ik normaal al lang en breed op bed. Zeker na zo'n dag als gisteren met het plaatsen van een nieuwe zonde.
Nou, toen bleek ook nog dat ik allerlei spullen miste. Dat ik verkeerde spullen had gehad. En dat konden zij niet oplossen. En nou ja, ik zat flink in mijn frustraties toen ik naar bed ging. Dus vannacht ook een hele slechte nacht gehad. Nou, vandaag gelukkig een iets betere dag. Vanochtend is de hulp geweest. Nou, ik heb nog wel veel pijn aan mijn zonde. En ik heb nog steeds bloed in mijn hevel. Dus dat is niet heel goed. Dus dat moet ik goed in de gaten houden. Want dat is een teken dat mijn maag nog steeds aan het bloeden is na de verwisseling. Ja, en dat moet toch eigenlijk binnen 24 tot 48 uur gestopt worden. Max 72. Dus ja, we zijn nu inmiddels 24 uur verder. En ik heb nog steeds bloed in mijn zakje. Dus dat is niet heel goed. Maar ja, dat gaan we even afwachten. En toen kwam er hele leuke post. Want de steekmarkeerders van Den Dennis zijn binnengekomen. Nou, hij heeft heel leuk twee varianten. Even kijken of ik ze er goed op kan krijgen. Ja, kijk. Gemaakt door steekmarkeerders en zo. Nou, hele mooie hangertjes die Wim van Mr. Knitbeer ook heeft. Ze worden allemaal met de hand gemaakt. En ze zijn gewoon echt heel leuk. En nou, het zijn leuke kaartjes. Want aan de ene kant zie je Den Dennis met zijn koppies. En de andere kant kan gebruik worden voor Happy Knitting. En dat zijn de karikaturen van hun hoofden. En die hebben we hier. En wat het leuke is, even kijken of ik die zo kan pakken zonder dat ik allerlei adressen en zo laat zien. Kijk, die passen weer heel goed bij die van Wim. Kijk, dit is Wim en dit is Den Dennis. En samen zijn het Wim en Den Dennis. Dus nou ja, hartstikke leuk. Ik ga nu heel veel bestellingen inpakken. Want al deze steekmarkeerders zijn al verkocht op één setje van die en één setje van die na. Want die hou ik lekker zelf. Dus deze ga ik lekker inpakken. En dan kunnen die heel binnenkort lekker naar de nieuwe eigenaars toe. Ja, en dit is dan post waar ik gewoon echt heel blij van word. En ja, het idee dat ik anderen weer blij kan maken, helpt natuurlijk ook enorm. Dus ik ga dit lekker inpakken en daarna ga ik plat. Want ik heb toch wel weer heel veel pijn. Nou, een kleine finish vandaag, want hier is de eerste bloem af. Nou ja, af. Alle stiksteekjes moeten nog, maar die ga ik aan het eind doen. Maar deze is af. Kijk, en als ik zo de camera doe, dan zie je heel mooi de hoogteverschillen tussen de steekjes. En nou ja, sommige zijn met 3 draadjes, sommige met 2, sommige met 1. Halve kruisjes, hele kruisjes. Ja, ik vind hem echt heel gaaf. Nou ja, hier komt nog een hele mooie bloem en hier komt nog een vlinder. Maar ja, dit voelt toch wel als een soort van tussenfinish. Ik heb 450 kruisjes gedaan op deze of op dit deel. Nou, dat loopt tot ongeveer hier. Ja, tot hier net naast de vlinder. En hier heb ik een paar kruisjes op het andere deel gedaan en hier ook een paar. Gewoon puur omdat ik het draadje moest opmaken. Dus ik heb ruim 450 kruisjes gedaan. En ja, ik word hier wel heel blij van. Hier moet nog een heel stuk achtergrond en hier moet nog helemaal opgevuld worden. Maar ik heb wel de onderkant en de bovenkant gehaald. En ja, voor nu gaat hij weer even de kast in. Het is nu 7:30, dus ik ga nog lekker een poosje haken aan mijn oma's sweater. Die schiet ook lekker op met het lijfje. En dan moet het boordje nog en de mouwen nog. Aan het lijfje moet ik denk ik nog 1 cm of 10. Ik zal straks nog weer eens even meten. Maar daar ga ik lekker nu nog weer even mee verder. En vanavond heel vroeg naar bed, want ik ben op.
Nou, ik lig heerlijk op bed te haken. En de trui van mijn zusje, die heb ik bewust binnenste buiten, zodat er zo min mogelijk haren van de katten aan de binnenkant of aan de buitenkant komen. Nou heeft ze zelf ook katten, dus zo'n ramp is het niet. Maar toch vind ik het dan prettiger om een binnenste buiten te hebben. Nou, ik schiet echt al op, want ergens had ik een markeerder geplaatst. Hier. Kijk, en miste nitbeer markeren. En vanaf dat punt moest ik nog 20 centimeter haken. Voordat ik aan het boordje moest beginnen. Dus het schiet echt al op. Ik gok dat dit nu 14, 15 centimeter is. Dus het einde komt in zicht. Nou, ik lig nu helemaal plat op bed. Want het is vandaag warm, heel warm. 31 graden. En rond 5:30 bedacht ik me van, ik ben de hele dag nog niet naar de wc geweest. Nou ja, ik gebruik zondevoeding. En dat is al vrij krap aan om genoeg op een dag binnen te krijgen. Ik kan wel drinken, maar ja, al mijn drinken komt in het zakje er weer uit. Dus dat schiet niet op. En dan is er eigenlijk maar één oplossing. En dat is ORS maken, in de pomp stoppen en de pomp op standje hard zetten. Een standje hard verdraag ik alleen als ik plat lig, zo min mogelijk doe. En eigenlijk wachten totdat er genoeg vocht in me gepompt is. Nou, er is nu al dik 1,5 liter, dus dat is heel mooi. Maar eigenlijk wil ik even wat reserve opbouwen, dus net even iets meer. Het is nu 7:30. En dus het is fijn dat er al 1,5 liter in zit. Maar ik hoop toch wel dat tot bijna 1 liter te kunnen komen vanavond. Maar ja, dat betekent dus wel helemaal plat. Nou, ik heb een poosje geborduurd. Hij is weer ingepakt, want de katten vinden het nogal leuk om de draadjes te vangen. En ik heb vandaag heel lui aan mijn 250 steken gekomen. Want ik heb allemaal halve kruisjes gedaan. Dus ja, daar gaat het 2 keer zo snel. Nou, wat hier ook ligt, even kijken of ik er zo bij kan komen. Of mijn armen lang genoeg zijn. Markeerders. Zo. Van Mr. Nitbeer. Die zijn vandaag weer binnengekomen. Nou, hij heeft net als Dennis van Den Dennis leuke kaartjes. Nee, uiteraard de regenboogkleurtjes. Ja, daar ben ik helemaal dol op. En hier zie je hem ook. En dat is dus de andere helft van Dennis. Oh, die Dennis heb ik nog boven liggen. Wim niet. En ik heb een heel leuk boekje. Die had ik nog niet. Dus die kan bij mijn verzameling met boeken van Wim en Den Dennis. Met allemaal sokken maken van Langjarn zelf. Even kijken of ik iets kan laten zien. Ja, hier kan ik wel wat laten zien. Zonder de patroontjes prijs te geven. Die vind ik heel leuk. Met die blokjes. Ja, en van dit soort sokken hou ik ook wel hoor. Van die lekkere, leuke kleurtjes. Ja, die kan ik ook laten zien. Kijk, gaaf hè. Echt leuk om met restjes te doen. Een heel kleurrijk blad. Alle patronen staan er ook in. Met verschillende garens. Ja, deze kan ik ook laten zien. Dus helemaal leuk. Hier word ik helemaal blij van. En ik ben sowieso dol op handwerk, tijdschriften. Niet te veel laten zien. Daar kan ik ook nog iets laten zien. Ik ben dol op handwerk, tijdschriften. En deze had ik nog niet. En die vind ik wel heel leuk. Verder heb ik vandaag heel veel gespeeld met mijn borduurmachine. Met nadruk op spelen, want lang niet alles ging goed. Maar ja, daar is het ook spelen voor om hem te leren kennen. En toen had ik vanmiddag wel het vertrouwen om een handdoek voor Thijs te gaan borduren. Die gaat regelmatig naar de zorgboerderij toe. En dan gaan ze nog wel eens zwemmen. Of lekker naar een waterplas of zo. En dan wilde hij eigenlijk wel een groot badlaken hebben. Nou, hij heeft zelf de kleurtjes uitgekozen. Het zijn allemaal heerlijke neonkleurtjes geworden. Het patroontje wat ik gebruikt heb, heb ik niet zelf ontworpen. Maar is een gekocht patroontje en die vind ik wel heel gaaf. Ik heb er zelf ook al wel eens een giraf van gemaakt. En daar heb ik een hevelzakje van. Dit is toevallig wel een eigen patroontje. Maar
Ja, die hebben lekker geborduurd. Ik heb hem al direct in een wasje gedaan. Want bij handdoeken, daar kan ik in de toekomst nog wel een keertje een filmpje van maken. Maar bij handdoeken moet je een speciaal vlies aan de bovenkant doen, wat oplosbaar is in water. En dat is zodat de naald niet achter alle lusjes van de handdoek blijft hangen. Nou ja, dan moet je hem eventjes uitwassen. Dus hij hangt nu al lekker buiten de droge. Nou, als ik nu naar buiten kijk, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het was vandaag 31 graden. Maar de lucht begint hier toch wel donker te worden. En ik ben heel benieuwd. Ze hadden gezegd dat er in het oosten, en ik woon in het oosten, kans is op een onweersbui. Nou ja, we gaan het zien. Mijn was hangt nu nog boven. En ik hoop eigenlijk tot een uurtje of 9 plat te kunnen liggen. Dus dat wordt af en toe even goed naar buiten kijken. Maar daar hangt dus ook de handdoek te drogen. Verder weer lekker bestellingen ingepakt. En lekker aangerommeld met dit warme weer op standje. Gewone versnelling en niet ik ga lekker hard werken. Maar gewoon lekker rustig aan doen. En ja, een fijn dagje gehad. Nu een poos lekker haken. En hopelijk vannacht weer lekker slapen. Nou, ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar het noodweer begint hier los te barsten. We dachten dat het hier pas rond een uur of 4:30, 5 zou komen. Dus mijn oudste zoon is gewoon lekker op de fiets naar school gegaan. In Doetinchem, dat is 16 kilometer fietsen. Nou ja, ik weet niet of jullie de bomen tekeer zien gaan hier, maar het is echt noodweer. Dus heb ik besloten mijn werk even neer te leggen en naar Doetinchem te rijden om Niels op te halen. Vandaag heb ik heerlijk veel geborduurd. Lekker dingen aan het uitproberen. Ik heb allerlei leuke producten binnengekregen die ik ga testen. Om te kijken of ik die ga opnemen in de shop. En ja, zo ben ik lekker bezig geweest. Mijn hele auto wiebelt inmiddels. Dus ik ga zo voorzichtig gaan rijden. Maar ja, soms kan je dag ook even omgegooid worden. Goedemorgen, het is vrijdag 20 mei en voor me ligt weer een lekker vol bed, al zeg ik het zelf. Nou, deze week was best een drukke, maar een hele leuke week. Want zaterdag ben ik op pad gegaan met mijn jongste zoon om professionele borduurmachines op te halen. Met heel veel spullen en dat waren meer spullen als dat ik had verwacht.
Dus nou ja, daar heb ik flink wat werk nog aan. Maar ja, ik ben er echt wel heel blij mee. Dus deze week heb ik ook wel best wat geborduurd op de machine. Maar daar ga ik zo direct allemaal langs lopen. Op maandag had ik alleen enorme pech. Want toen bedacht mijn zonde, bekijk het even en we gaan even stuk. En nou ja, had ik al verteld, maar het is belangrijk dat die zonde snel weer teruggaat. En dat heeft dus waarschijnlijk iets te lang geduurd. Waardoor het van binnen weer helemaal kapot is bij me. Nou ja, dat is iets waar mijn lichaam elke keer heel veel moeite mee heeft. Dus deze week heb ik echt wel gemerkt dat ik toch weer even een paar stapjes teruggenomen ben. Of heb. En dat is balen dat dat komt door het falen van ja, mijn medische producten. Dat is gewoon echt wel flink balen. Maar ja, daar is niks aan te doen. En ik heb altijd vrij veel last van de warmte. Dus wat dat betreft was het niet een ideale week. Maar ik heb toch een hoop kunnen doen. En dat is wel heel erg leuk. Nou, ik ga het gewoon eens even langslopen. Want deze week ben ik, of dit weekend al, ben ik begonnen met het uitproberen van de borduurmachine. Nou, dat was deze. Deze kleuren stonden er allebei nog op. Dus ik dacht van, nou, die ga ik gewoon gebruiken. En je moet, nou ja, daar ga ik ook nog wel wat filmpjes van maken. Maar je moet handmatig eventjes aan het systeem zeggen van, nou, dit kleurtje moet je van die klos afhalen en dit moet je van die klos afhalen. Alleen had ik nog niet zo heel goed door hoe het werkte. En toen hij aan het borduren was, toen dacht ik van, hey, dit klopt niet helemaal. Want volgens mij moeten die kleuren andersom. Nou, dat klopt. Want op deze volgorde en ook met deze kleuren moet die komen. Ja, het was wel een leuke probeersel. En daarna ben ik van de week gewoon nog lekker verder gaan spelen. En heb ik onder andere ook deze pet geprobeerd. Nou, ik vind hem erg leuk geworden. Hij zit wel iets scheef, het logo, maar dat ligt aan de pet. En niet aan mijn borduursel, want als je hier naar de naad kijkt, komt er maar een klein stukje. En hier groter. En ik had gelet op deze lijn. Nou, daar zit hij aardig netjes op. Maar ja, dit zijn echt probeersels. Deze petten zaten er ook allemaal bij. En ik vind het wel heel gaaf dat ik nu petten kan doen. Nou, ik heb ook een muts geprobeerd. Ook met hetzelfde logo weer. Waar ik trouwens een kleine aanpassing heb gemaakt. Want ik heb de anno 1926 heb ik eruit gehaald. Want daar had de machine wel wat moeite mee. Omdat het door meerdere laagjes heen is. En toen knapte mijn naalden toch wel af en toe. Wat hij ook al deed met mijn andere borduurmachine. Dus toen dacht ik, dan haal ik dat gewoon weg. En dan hebben we nog steeds een mooi logo. Dus daar ben ik lekker mee bezig geweest. Ik heb hem ook al een paar keer op clubkleding gemaakt. Maar dat is al mee naar de golfbaan toe. En dat gaat nu wel echt heel makkelijk. Het is een kwestie van inklemmen, goed instellen en wel in de buurt blijven. Maar ik kan ondertussen gewoon lekker bestellingen inpakken. En de machine gaat borduren. Wel met een takkenherrie. Maar ja, dat hoort erbij. Maar dat is wel heel fijn dat ik ondertussen gewoon andere dingetjes kan doen. En ik ben nu met één trui, inclusief het inspannen en het eraf halen en echt helemaal verkoop klaarmaken, zeg maar, ben ik een kwartiertje per logo bezig. In plaats van 35 minuten wat ik met de andere machine bezig was. En toen moest ik er echt met mijn neus op blijven zitten en nu niet. Dus dat is echt wel heel fijn. Nou, Thijs die wilde heel graag een handdoek geborduurd hebben voor als hij naar de boerderij gaat. En ze gaan bijvoorbeeld naar een waterplas toe, dat hij gewoon lekker een badlaken heeft om op te liggen. En die wilde die geborduurd hebben. Nou, ik heb allerlei leuke patronen. Deze heb ik dan niet zelf ontworpen. Maar ja, hij is wel heel gaaf. Thijs heeft echt fluoriserende kleuren uitgekozen. Hij is nog fluoriserender dan op de foto te zien is. Ja, hier is de kleur beter. Maar dat is echt van die fluorkleurtjes zoals je van die markeerpennen hebt. Ja, en wat ik heel leuk vind aan dit patroon is dat het hier, het is helemaal zo ingewerkt. Oh, een haar erop, dat mag natuurlijk niet. Dat hij soms twee kleurtjes naast elkaar doet, waardoor je echt wel die hele mooie subtiele overgang krijgt. Kijk, hier ook. Ja, dat vind ik wel heel leuk met deze patronen.
Nou, ik ben ondertussen op de achtergrond ook heel hard bezig met het maken van mijn verkoopteksten en alles. Sorry, er rijdt even een tractor achterlangs. Met verkoopteksten te maken, want ik ga ook borduren in opdracht. En nou ja, bij borduren is het wel vrij lastig om de prijs te bepalen, want ze gaan eruit van het aantal steken en niet van de grootte van het ontwerp, want zo'n ontwerp kan evenveel steken hebben als zo'n ontwerpje. En dat heeft er puur mee te maken dat dit heel veel steekjes vlak naast elkaar heeft en dit weer veel meer lijntjes. Dus ze rekenen niet per grootte, maar per aantal steken. Ja, er zitten opstartkosten bij als ik het moet digitaliseren, dat soort dingen. Maar nou ja, met die teksten ben ik druk bezig. En waar ik druk mee bezig ben. Trouwens, dit handdoekje heb ik ook geborduurd. Nou, waar ik achteraf achter kwam, was dat ik niet helemaal goed had nagedacht. Want het lusje om hem op te hangen zit aan deze kant. Nou ja, als je hem dan ophangt, zit hij verkeerd om. Nee, op die manier leer ik een hele hoop. Deze ga ik gewoon lekker zelf gebruiken. En ik maak een lusje aan de andere kant, zodat ik hem alsnog kan gebruiken. Maar lekker bezig, lekker uitproberen, lekker mee spelen. En zo kreeg ik gisteren een hele doos binnen van een leverancier. Met allemaal hele leuke producten om uit te gaan proberen. Ik heb van alles 1 stuks besteld. Om gewoon te kijken van vind ik dit wat of vind ik dit niet wat. Nou, en daar zitten onder andere deze mooie etuietjes bij. Met blokbodem. En die heb ik gisteren al geborduurd. Dit is van organisch katoen, dus dat vind ik zelf wel heel positief. Ja, organisch katoen. En dat, ja, dat zijn wel dingen waar ik ja, heel positief achter sta. En daar heb ik mijn eigen logo op geborduurd. Nou, het logo moet ik nog even wat puntjes op de i zetten. Normaal gesproken borduur ik hem eerst even op een proefje. Maar ik was te nieuwsgierig of het op een etui kon, hoe dat ging. Dus die heb ik gewoon voor mezelf lekker gemaakt. Alsof ik nog niet genoeg projecttasjes had. Maar hier word ik wel blij van. Ik heb ook gedacht om zelf de etuis te gaan maken. Maar daar gaat voor mij te veel tijd in zitten. Waardoor ik gewoon te veel van mezelf ga vragen. Dus ik heb gewoon echt allerlei leuke producten besteld. En die ga ik uitproberen. En als het wordt zoals ik wil, dan komt het ook in mijn shop te staan. Met gewoon vaste patroontjes. Maar ik kan er ook zelf wat op borduren. Ja, wat er niet in mijn shop staat, zeg maar. En dat kan ik in overleg doen met je. Of met degene die dat wil. Maar ik ga ook gewoon een aantal dingen al borduren als ik meer binnen heb gekregen van de producten waar ik achter sta. Ja, dit is er eentje die sowieso gaat komen. Want dit formaat vind ik ook wel heel fijn. En een lekkere rits erin. Dus deze gaat sowieso komen. Ja, en dit vind ik gewoon echt leuk. Zo kan je het helemaal persoonlijk maken. Ik kan er natuurlijk ook nog een tekst bij maken. Een ander plaatje. Zeg maar wat, een kat, een tackle. Met een naam van iemand. Nou ja, kan er van alles mee. En zo ben ik lekker bezig. Nou, dat was 10 minuten vol praten over mijn borduurmachine. En naast het borduren heb ik ook nog andere dingen gedaan. Zoals je ziet. Nou ja, dat is nog meer borduren, maar dan met de hand. Vorige week moest ik nog een hele hoop stiksteekjes. En nu zijn alle stiksteekjes ook klaar. En alle draadjes zijn afgehecht. Alle kraaltjes zitten erop. Want kijk, er zitten overal. Op allerlei plekken zitten er kraaltjes in verschillende kleurtjes. Ja, ik vind hem echt heel leuk geworden. Deze ga ik inlijsten. En die komt op de logeerkamer op de muur vol met borduurwerkjes. Ja, helemaal leuk. En ik heb een soort van finishje, tussenfinish gehad. Want de vlinder is af. Of tenminste af. De kruisjes van de vlinder zijn af. Ik moet nog wel alle stiksteekjes om de details aan te leggen. En hier komt ook nog een hele vlinder. Nou, gisteravond en de avond ervoor ben ik lekker hier bezig geweest met alle halve kruisjes. En de een moet in 1 draadje, de andere in 2 draadjes. Dus er zitten allerlei varianten in. De kruisjes heb je met
1, 2 en 3 draadjes. En soms zelfs, zoals hier, gemengde draadjes. Ja, ik vind hem heel leuk worden. Nou, ik ben nu echt wel dik over de helft. Even kijken, nou, waar heb ik mijn hoesje? Oh, hier. Heel handig voor de camera langs, want hier zie je hoe die gaat worden. Nou, die vlinder heb ik dus af. Het steeltje heb ik af. Hier heb ik een aantal dingetjes aan af. Dit stuk heb ik af. Zo, de streep naar boven heb ik hier af. Die bloem moet ik nog een groot deel. En hier ben ik nu mee bezig. En alles eromheen heb ik af. En dan moet ik dit deel nog. Maar dat is een kleiner deel. De lijn loopt hier in het patroon. Dus ik maak eerst die kant helemaal af. En dan ga ik deze kant verder doen. Maar ja, zo leuk gaat die worden. En zoals je ziet hier, die lijntjes die moeten nog wel. En dan krijg je echt wel de details. Dus dat wordt die nog mooier. Maar dat bewaar ik lekker tot het eind. Dat vind ik wel heel leuk. Dan zie je hem gewoon opeens in leven komen. Ja, heel leuk om aan te borduren. Breien heb ik niet gedaan afgelopen week. Haken wel. Want ik heb aan mijn oma-sweater gewerkt. Het turquoise is scheepjes Sunkist. En dit is scheepjes Violette. En als ik hem even omdraai, dan heb ik hier de markeerder zitten. Markeerder van Wim. En vanaf de markeerder moest ik nog 20 centimeter haken. En dan ben ik bijna, dus ik kan bijna met het boordje beginnen. En dan moeten de mouwen natuurlijk nog. Maar hij schiet nu echt wel heel erg op. Ik denk nog 1, misschien 2 van deze toeren. Dus, en dan kan ik met het vervolg gaan beginnen. Ja, ik vind hem heel leuk. Al die details hierboven. Het hele, ja, bijna bloemachtige figuren. Ja, ik vind hem helemaal leuk. En ook dat het niet helemaal effen is, waardoor hij nog meer diepte krijgt. Hij is van het grootste deel katoen. De bovenkant, de sunkist, is helemaal katoen. En de scheepjes Violette is katoen met een klein beetje acryl. Ja, en dat draagt echt heel lekker. Dit wordt een zomertruitje, lentetruitje, zeg maar. Met korte mouwen. Dus ik ga er geen trui van maken, maar een shirtje. Ja, ik word hier blij van. En dat was meteen mijn laatste project om te laten zien. Nou, mijn planning voor aankomende week. Heel veel met de borduurmachine spelen. En verder gewoon lekker aan de oma-sweater haken. En aan mijn vlinder haken. En voor de rest zie ik wel wat ik ga doen. Ik ga jullie weer lekker op de hoogte houden. Ik hoop weer lekker veel te kunnen vloggen. Oh ja, ik hoop trouwens dat dit filmpje goed geüpload kan worden. Want gisteren was de hele harde regen, onweersbui. Ja, ik had ook een heel klein stukje in de auto gefilmd. En wat ik toen nog niet wist, was dat er 2 blokken hierachter de bliksem ingeslagen is. En helaas daardoor ons vaste internet eruit ligt. Dat is voor mij als winkelier die internet echt nodig heeft, echt rampzalig. Maar gelukkig heb ik een zakelijk abonnement en heb ik heel veel mobiele data gekregen, zodat ik gewoon aan het werk kan vandaag. En hebben gisteravond nog een koerier gekregen die met een dongle kwam. Zodat we via eigenlijk mobiel internet toch de modem kunnen gebruiken. Nou is het mobiel internet hier niet helemaal ideaal in huis. Dus ik hoop dat het sterk genoeg is dat ik mijn filmpje goed geüpload krijg. We gaan het merken. Pas eind van de dag kan er een monteur komen. En dan hopen we dat het überhaupt opgelost wordt. Maar we gaan het zien. Dus dat staat voor vandaag in ieder geval op de planning. Proberen mijn filmpje online te krijgen en wachten totdat de monteur komt. Ja, en verder gewoon lekker veel borduren. Ik heb nog wat projecten voor de golfbaan te borduren. En verder ga ik van alles nog wat uitproberen. Nou, ik ga jullie lekker op de hoogte houden. Wil je niks missen van mijn filmpjes, word dan abonnee.
Dan mis je niks. Zeker niet als je het belletje aanzet. Dan krijg je een berichtje als er een filmpje geüpload van me wordt. Een duimpje omhoog vind ik fijn. En reactie vind ik leuk. En ik wens jullie heel veel handwerkplezier toe. En tot de volgende keer.